De Schiedamse zanger Ferry van Leeuwen wil met hulp van het publiek geld binnenhalen om zijn nieuwe album Zo Simpel uit te kunnen brengen. Van Leeuwen is bij het grote publiek onder meer bekend als de zanger uit de band van het tv-programma Ik Hou van Holland. Ik ben een crowdfunding campagne gestart. In het kort komt het hierop neer dat gewoon platenmaatschappij is heel lastig tegenwoordig om daar nog een budget los te krijgen. Maar ik had zoveel mooie liedjes liggen, dus ik dacht van, nou, ik wil toch heel graag die plaat maken. En toen werd ik op een gegeven moment door iemand gewezen dat je ook een crowdfunding campagne kon opzetten. Nou, toen ben ik dus daarin gedoken, contact gekomen met Voor de Kunst. Dat is een platform waar je dus zo'n actie op kan neerzetten, zullen we maar zeggen. Nou, dat betekent dus eigenlijk, het komt in het kort hierop neer, mensen kunnen een donatie doen. Dat gaat van een tientje tot 1500 euro voor bedrijven die een optreden van mij willen boeken. En tegenover iedere donatie staat ook een beloning. Geef mijn vriend Ferry nou die kleine bijdrage zodat hij die plaat kan maken. Want dat wil hij zo graag en wij willen ook allemaal graag dat hij die plaat maakt. Dus het is niet zoveel wat hij nodig heeft, maar elke kleine bijdrage is van harte welkom. Via de website van Ferry van Leeuwen, www.ferryvanleeuwen.nl en de website voordekunst.nl is te zien hoe mensen hun bijdrage kunnen leveren.